Voorbehoedsmiddelen, condooms, de pil. Het zijn lastige onderwerpen, zeker om met je puber te bespreken. Ik praat daarover samen met Bram Bakker, hij is psychiater. En hij schreef met mij een boek over een van de leukste onderwerpen die er zijn. Seks. Bram, we hebben een boekje geschreven samen. Wat was nou jouw reden eigenlijk? Sinds Freud uit is in de psychiatrie gaat het nooit meer over seks. Dus dit moet eigenlijk rondslingeren in het huis. Maar eigenlijk dan om het taboe te doorbreken, om toch over seks te praten? Ja, het is te zot voor woorden dat we dit alweer een taboe moeten noemen. Terwijl je dacht dat de seksuele revolutie dit taboe voor eeuwen had verholpen. Daar word ik dus ook steeds op aangesproken van ja, maar seks is toch helemaal geen taboe. Want sinds jaren kan alles op televisie, porno is voorhanden, er kan over gepraat worden. Wat geen taboe is porno. Maar porno is een beetje als McDonald's. Op zijn tijd, een keer, kan allemaal helemaal geen kwaad. En ja, vervolgens ben ik er wel een beetje over uitgepraat. Maar seks met iemand waar je van houdt, dat is toch 3 sterren Michelin. Er zit zoveel aan vast. En de entourage en de sfeer en de tijd. Dat merk je ook in de onderzoeken. Ouders die als ze hun kinderen gaan voorlichten, dan hebben ze het ten eerste over, kijk uit, het kan tegen je wil gebeuren. Nummer 2, je kunt er ziek van worden. En als derde staat dan de techniek. Dus dat is voor mij heel erg negatief. Maar als ik met ouders praat, van als jij het over seks hebt met je kinderen, wat wil je dan aan ze overdragen? Dan hebben ze het over intimiteit, veiligheid, geborgenheid, geaccepteerd worden. Ik vind dat wel hele grote verschillen. Ja, maar jij praat nog met ouders die er iets mee willen. Je moet nog die ouders de kost geven die überhaupt geen interesse in het onderwerp hebben. Wat mij betreft is iedere ouder van ieder kind op een dag hopelijk aan de beurt om zich even te realiseren dat dit een belangrijk onderwerp is. Maar waar het natuurlijk om gaat is dat wij enorme knuffeldiertjes zijn van huis uit. En dat doen we steeds minder, want er zitten allemaal apparaten tussen het geknuffel. En die lekkere stofjes die je aanmaakt met huid-op-huid contact. Ik heb het nog steeds niet over seks, ik heb het gewoon over aanraken. Gewoon als iemand staat te koken, eventjes. Ja, fysiek contact. Ja. Dat is natuurlijk wel wat allemaal met, bijdraagt. Met de smeerolie van een relatie. Waarom geef ik niet mijn vriendin een tik tegen de billen op een vrolijke manier als ik denk, wat zijn er toch leuke billen? En dat ze gewoon aan het koken is. Ja. Mijn kinderen mogen dat ook zien, vind ik. De manier waarop ouders met elkaar omgaan, heeft dit invloed op de manier waarop kinderen naar seks kijken en ook zichzelf gaan ontwikkelen? Ja, natuurlijk. Vind maar eens ouders die daar op zondagmiddag tijd voor hebben. Ja. Ja, toen was er nog geen internet. Precies, daar gaat het dus mis. Maar volgens mij kan je intimiteit ook met T, lange I, D op het eind schrijven. Het heeft ook met tijd te maken, met de moeite nemen. En vroeger, als een man dan seks wilde, dan moest hij een vrijdagavond ervoor uittrekken. En dan eerst een drankje, en dan uit eten, en dan naar de film. En dan aan het eind van de avond kwam had hij de beloning. Maar dan kwam het helemaal goed. En dan hadden ze ook gewoon allebei een leuke avond. En ze wisten een beetje aan het eind van de avond, dan is dat de uitkomst. En nu zitten mensen, terwijl ze zitten te eten, kijk maar, zitten ze meer op hun telefoon dan op hun bord te kijken. Ze kijken elkaar amper aan. Het moet allemaal snel, snel, snel. En dan aan het eind van de avond, dan klaagt hij dat zij in 10 minuten niet geil werd. Maar dit is eigenlijk wel wat we onze kinderen moeten voorleven. Juist het tijd maken voor elkaar, het elkaar in de ogen kijken. Ja. En dat gewend zijn ook. Het durven experimenteren natuurlijk ook. Is dat niet een beetje achterhaald? We hebben nu we hebben 50 tinten en zo. We mogen nu zelfs SM, bondage, alles kan. Nee, maar ik ben een neoconservatief die op een dag toch weer hip is. Dat zijn oude waarden die herwaardering verdienen en ook gaan krijgen. Dat kan niet uitblijven. Terug naar de oude waarden zonder de nieuwe verworvenheden kwijt te raken. Voor veel mensen geldt natuurlijk dat ze de uitknop kwijt zijn. En het grappige is, als je gewoon fysiologisch kijkt wat er bij seks gebeurt, dan is seks de uitknop. Dat ontspant en dan gaat je hele systeem in de parasympathische ruststand. En daarom slaapt het ook zo lekker na afloop. We gaan in de ruststand. Ja, precies.